welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer make-up testen. Ik ga vandaag voor de eerste keer Pixie make-up proberen. Ik heb nog nooit iets van het merk Pixie geprobeerd. Ik heb wel een skincare lijn van hun, die heb ik al wel gebruikt. Maar qua make-up heb ik nog nooit iets van hun überhaupt gehad, gekocht of gebruikt. Als je mijn afgelopen unboxing video hebt gezien, heb je gezien dat ik een heel groot PR pakket van hun had gehad met allemaal make-up. En die make-up ga ik vandaag proberen. Ik heb dat PR pakketje 2 keer gehaald, dus het tweede pakketje heb ik in een winactie gedaan. Dus alle producten die je vandaag gaat zien zitten ook in de winactie die eraan komt in december. Zoals je ook al kunt zien heb ik al wat make-up op mijn gezicht en dit omdat het niet genoeg make-up is voor echt een full face. Dus ik heb al mijn foundation op, bronzer en blush en voor de rest ga ik gewoon de Pixie producten gebruiken en ik ben dus extra benieuwd omdat ik echt geen idee heb hoe de kwaliteit gaat zijn. Want ik heb nog nooit iets van hun gehad. Dus ja, dat maakt me dan extra nieuwsgierig. Pixie make-up is niet echt per se super super bekend in ons land, vind ik. Het is gewoon te koop bij de makeupspot.nl. Het was ook te koop bij Hudson Bay hier bij ons, alleen Hudson Bay gaat weg. Dus ja, maar in ieder geval mocht je iets willen, het is gewoon te koop bij de makeupspot.nl. En alles wat ik heb gebruikt zet ik natuurlijk in de beschrijving onder deze video. Dus dat is weer genoeg gepraat, laten we gewoon snel gaan beginnen. En mensen, nog iets leuks. Ik heb altijd hier beneden heb ik een spiegel staan. En altijd als ik zo naar beneden kijk, dan kijk ik dus in mijn spiegel. Maar nou heb ik dus nieuw, en het is echt super leuk, van Easehold.com heb ik deze schattige spiegel gehaald. En het is echt een high-tech spiegel, mensen. Oh my god. Ze hebben er op hun site een aantal. En ik heb de spiegel, die heet Tara. Met een T, dus Tara. Geen Sarah, maar Tara. En dit is een soort van high-tech spiegel. Hierachter heb je een knop om hem aan te doen. Ik heb hem al aangedaan. En dan kun je hier klikken. En hij geeft licht. En het licht geeft ook echt best wel veel af. Het is echt oprecht een goed licht. En dan heb je hier een emmetje. En dan kun je de kleur van het licht veranderen. Je hebt dus 3 kleuren licht. Je hebt blauw licht. Als je dan weer klikt, kom je op warm licht. En dan heb je ook nog wit licht. Ik persoonlijk vind wit licht het beste. Dus ik vind dit echt een hele handige spiegel. Hij komt ook met een oplader erbij. En ook leuk, je krijgt ook erbij een mini spiegeltje die 10 keer inzoomt. Mensen, je gaat wel echt je leven haten als je hierin kijkt. Want je ziet elk detail op je gezicht zie je hierin. En je kunt hem zo vastmaken hieraan. Dat ga ik even doen. Kijk, super super handig. Maar mensen, ik zou die echt alleen maar gebruiken als je echt iets heel goed moet zien. Of je moet een klein haartje weghalen of whatever. Want die 10 keer zoom is echt heftig. En je kunt hem zo draaien. Helemaal naar achteren, helemaal naar voren. Hoe jij het wilt. Dus echt een super super handige spiegel. En ook leuk, ik heb voor jullie een kortingscode gefixt. Met de code Sarah. Dus gewoon mijn naam S-A-R-A-H. Krijg je 15% af van het bedrag. Dus dat is echt top. Ik zet de link in de beschrijving onder deze video. Oké, nou dan gaan we beginnen met de make-up. Ik heb hier een bakje vol met alle make-up. Ik ga beginnen met de oogschaduw. Voor de ogen heb ik een aantal dingen. Ik heb hier het Pixie Hard Defense oogschaduw paletje. Een super mooi paletje met matte en glanzende kleuren. Het zijn een beetje zomer-lente kleuren. Maar er zitten ook wat donkere kleuren bij. Waardoor je er ook echt een herfstlook van kunt maken. Ik vind de verpakking heel mooi. Dit is dus helemaal glanzend. En je voelt ook de glitters erop zitten. Dat is wel apart. Het is niet gewoon zo glad. Maar je voelt ze dus echt. Het is een beetje 3D. En alle make-up die ik vandaag laat zien zijn in samenwerking gemaakt met influencers. Dit paletje is in samenwerking met haar. Ik weet alleen niet wie zij is. Haar Instagram is That's Heart. Dus ik weet niet of ze hard eet of whatever. Maar ze is een beauty vlogger. Dus ja, dat is wel leuk. Even openmaken. En dit is dan het paletje. Gewoon groen met de kleuren. En achterop staat de kleurnamen. En ik vind de kleuren echt prachtig eruit zien. Dit zijn echt everyday kleuren die je gewoon echt elke dag kunt dragen. Ook heb ik hier een Endless Shade Stick. Dit is dus een oogschaduw stick. In de kleur One and Done. Het is een beetje een bruine glanzende kleur. Wat ook grappig is, is dat ook hier zo die kleur die hier zit, de swatch, die voelt ook zo glitterig aan. Maar voor de rest is de verpakking gewoon glad. Dus dat is wel een leuk detail.
En deze is in samenwerking met Jen Che of zoiets. En zij is ook gewoon een beauty vlogger. En ik vind oogschaduwsticks altijd super handig. Want dat is echt voor de mensen die echt snel willen zijn. Dit is de kleur bruin. Je kunt dan gewoon zo snel aanbrengen. En je bent klaar, dus dat is wel handig. En als laatste voor de ogen heb ik hier twee Pixi sets met een lipstick, maar ook een liquid oogschaduw. En deze zijn in samenwerking met Mariam Makelage, als ik het goed uitspreek. Ik ken haar wel, ik heb haar wel eens gezien op Instagram. En dan heb je dus een liquid oogschaduw en een matte liquid lipstick bij allebei. Ik vind het wel apart dat het een set is met lippen en ogen. Normaal is het gewoon het een of het ander. Maar dit is dus met allebei. Ik weet alleen niet of ik al deze producten kan gaan gebruiken. Maar ik ga mijn best doen om zoveel mogelijk te gebruiken als kan. We gaan even inzoomen op mijn gezicht. Oké, nou dan ga ik beginnen met de Endless Shade Stick in de kleur One & Done. Ik heb mijn ogen al geprimed, soort van met concealer. En ik ga het nou ook een soort van primen. Ik maak een soort van oogschaduw base met deze stick. De kleur is wel echt heel mooi, zo glanzend bronzy. Ik ga deze gewoon zo aanbrengen over mijn hele ooglid. En dan een beetje uitblenden naar boven. Hij voelt super creamy aan. En dan pak ik zo een fluffy kwast om een beetje de randen een beetje te diffusen. Wauw, super mooie kleur. Als je het gewoon echt makkelijk wilt houden, kun je gewoon deze stick zo aanbrengen en een beetje blenden. En je hebt gewoon al een ooglook. Dan is het gewoon super makkelijk, kijk. Hij blendt ook makkelijk mee. Hij blendt ook niet weg. Daar ben ik wel blij mee. Het is echt super creamy. En hij is maar 14 euro. Dat is echt absoluut niet duur. Hij voelt wel een klein beetje vettig aan. Maar ja, als hij niet vettig zou zijn, zou hij ook niet goed blenden. Dus ja. Kijk, je kunt letterlijk mascara nou opdoen en je bent gewoon klaar. Ook even bij het andere oog. Ik moet wel zeggen, ik vind hem misschien iets te creamy. Kijk, hij breekt ook een klein beetje zo af. Maar goed, je moet hem gewoon niet te veel openmaken. Gewoon echt laag houden. Love it! Dan ga ik in met het oogschaduwpaletje. Die is 20 euro. Pak even een grotere fluffy kwast. Ik vind het wel vervelend dat de kleuren hier achterop staan. En niet gewoon hier onderop. Ik ga beginnen met de lichte oranje matte kleur. Die heet Fab Fourth. En deze breng ik aan in mijn arcadeboog. Zo, dan breng ik een beetje aan van de donkere bruin paarsachtige kleur. Die heet... Even kijken... Lip Sync of niet? Mensen, ik weet het echt niet. Koffie, ik denk dat hij zo heet. En dan weer met die fluffy kwast ga ik het een beetje aanbrengen hier in de hoeken om het iets donkerder te maken. En diezelfde kleur breng ik ook aan op mijn hele onderste wimperrand. Nou mensen, echt prachtig dit. Het is super mooi, het blendt mooi. Deze is wel een beetje poederig in het paletje. Die andere kleur was dat niet. Maar dat maakt me echt niet uit. Er is ook echt geen fallout gewoon. En het blendt echt top. I like it. Dan ga ik in met de lichte matte kleur. Die heet Oh He Got Money. Ik ben dus heel tijd in de war van welke is dan welke. Is het zeg maar gewoon zo dat dus deze is? Of is het andersom? Ja, I don't get it, maar goed. Pak ik met mijn grote fluffy kwast die lichte kleur. En dan ga ik een beetje zo over de randen. Om het iets zachter te maken. Dit is echt een hele handige truc om je oogschaduw mooi smoky te maken. Dan wil ik ook nog de glanzende kleuren gebruiken. Nou, we hebben al gezien, de stick is echt prachtig. Je kunt het gewoon zo laten en whatever. Maar ja, ik wil zoveel als kan van de collectie proberen. Dus ik ga eerst in met deze mooie glanzende oranje kleur. En daarnaast doe ik de mooie felle roze glanzende kleur. Ik breng het gewoon aan met mijn vinger. Het voelt super creamy aan. Deze breng ik zo aan vanaf het begin. Oeh, kijk hoe heftig jongens. Wow, dit is wel heel heftig. Dat had ik niet per se verwacht. Kijk hoe mooi. Woe. En dan die andere kleur. Die is ook best wel heftig. Die breng ik er gewoon zo een beetje naast aan. Met mijn andere vinger. En dan blijf ik het er gewoon zo indeppen totdat ik het genoeg vind. Die kleur is wel iets minder heftig dan die andere. En dan op die andere vinger is nog de andere kleur. En dan ga ik er weer zo'n beetje overheen. En zo ga ik gewoon door totdat het allebei mooi in elkaar blendt. Ik vind dit echt te mooi jongens. En dan een beetje met die fluffy kwast van net een beetje zo bij de randen blenden. Ik heb er verder niks meer op gedaan. Gewoon puur om het allemaal een beetje te blenden. Die twee kleuren hebben wel een beetje fallout. Maar het is wel echt heel minimaal. Nou echt
prachtig dit. Voor maar 20 euro heb je deze prachtige kleuren. Ik vind het het zeker waard. Heel erg mooi. Ik heb er echt letterlijk niks op aan te merken. Het enige wat ik misschien zou willen is een spiegeltje erin. De verpakking is wel een beetje goedkoop. Maar ja, de prijs is ook maar 20 euro. En je hebt like 8 kleuren. Dus ja, dat is tegenwoordig niet meer heel duur. Ik wil ook nog de Liquid Oogschaduwen uitproberen. Ik forceer gewoon vandaag alles op mijn ogen. En je hebt hier Lit Kit, zo heten ze. En dit is Day en dit is Night. Dus voor overdag en van night. En dat begrijp ik wel, want die Liquid Oogschaduw is echt donker. Een beetje blauw-zwart. En die is meer lichtroze. Dus we gaan ze even allebei openen en swatchen. En ik haal alleen maar de ogen eruit. De lipdingen, die pak ik wel straks. En dit zijn dan de twee kleuren. Prachtige verpakking. Gewoon de groene pixie verpakking die je altijd hebt. De donkere kleur, die heet Starry Night. En de lichte kleur, die heet Mirage. Super mooi. Even op mijn handen swatchen. Ik vind die zwart ook echt prachtig eruit zien. Oh my god. Oh my god, mensen. Kijk hoe mooi. Er zitten ook allemaal van die harde glitters doorheen. Het is niet heel smooth, de glitters, je kunt ze gewoon echt voelen. Dat is niet per se iets slechts of zo, maar dat is gewoon handig om te weten. Oh, die zwarte ook echt, wauw. Oké, nou de zwarte ga ik dan voor vandaag niet gebruiken, want ik heb niet echt nou een look gemaakt voor deze zwarte. Ik ga die nog wel zeker in een look gebruiken, dus ja, die komt dan vast op mijn Instagram of zo. Dus ik ga een beetje voor de rozige kleur. En even kijken, ik ga een beetje pakken met mijn vinger. Gewoon zo een klein beetje. En die breng ik gewoon zo een beetje aan op mijn ogen. Oh mensen, ik ga iets te hoog. En als je echt veel wilt aanbrengen, kun je gewoon gelijk met dit zo erop aanbrengen. Maar ja, dat wil ik niet. Ik wil dat je nog de oogschaduw eronder kunt zien. Ik vind het echt prachtig. Nou, dit heeft de look echt een extra vavavoom gegeven. Ik vind het echt super mooi. Het is ook nou zo een beetje zo'n wet look. I like it. En wat ik dan ook nog wil gaan doen, is een beetje zo hieronder aanbrengen. Nou mensen, tot nu toe vind ik echt elk product echt geweldig. En ik vind de prijzen ook echt top. Normaal heb je echt van die super hoge prijzen. Alleen Pixie is echt wel semi betaalbaar. Oeh, ik wil echt die zwarte gebruiken met zo'n mooie zwarte smoky eye. Oeh, love it. Oké, ik ga even mascara doen, wimpers en dan kom ik zo terug. Oké, daar ben ik weer. Nog steeds blij aan het zijn met mijn oogschaduw. De wimpers die ik al op heb zijn Tati wimpers in de stijl TL3. Het zijn een beetje van die spitse wimpers. Want ik wilde dat je nog wel de oogschaduw eronder kon zien. We gaan nou verder met een aantal gezichtsproducten. Ik heb een aantal highlighters. Ik kan ze obviously niet allemaal gebruiken. Dus ja, maar ik ga ze wel laten zien. Die ik als eerste ga laten zien zijn de Pixie From Head to Toe Highlighters. Deze zijn in samenwerking met Jen Chloe of zoiets. Ik weet niet precies. En dit zijn twee hele aparte highlighters. Want ik vind de kleuren best wel apart. Even kijken. Ik heb hier de kleur Fetch. Hij is wel echt super, super groot. Ik vind de kleur wel echt heel mooi. Maar het zijn dus echt best wel twee donkere aparte kleuren. Dit is dus de kleur Fetch. En dan heb ik ook nog de kleur Wednesdays. En die is dus paarsachtig, maar ook weer zo groot. Ik vind het wel fijn dat ze zo groot zijn. Kijk, en dit is dan de kleur Wednesdays. Dus een beetje paars en een oranjeachtige. Voor mijn huidskleur vind ik ze allebei te donker. Dus ik ga deze twee niet gebruiken, maar ik wilde ze wel laten zien. Oh mijn god, die oogschaduwstick, die wil er gewoon niet van afgaan. What the F. Nou, dan weet je ook weer gelijk dat die lang en goed blijft zitten. En highlighter die ik wel ga gebruiken is de Layers Highlighting Palette. Dit is dus een highlighter palet met 3, 4, 5 kleurtjes. In samenwerking met Rach Loves, als ik het goed uitspreek. En het paletje heet Glow On. Dit is het paletje. Hij is super groot en ik vind de verpakking echt heel erg mooi. En dit is dan het paletje. Hier heb je wel een spiegeltje erin. En dan heb je deze prachtige kleuren. 2 grote kleuren en 3 kleine kleuren. De 3 kleine zijn ook een beetje meer apart. Dus ik snap wel dat ze die iets kleiner hebben gemaakt. En dan de 2 grote die denk ik het vaakst gebruikt. Het paletje heet de Layers. En daarmee wordt bedoeld, want hier achterop staat ook dat zij ervan houdt om meerdere kleuren op elkaar aan te brengen en te mixen. Dus vandaar dat het paletje zo heet. Je kunt dan gewoon 2 kleuren mixen of whatever. Bijvoorbeeld met deze. Ik ga even allemaal swatchen. Nou, dit zijn dan alle 5 de kleuren. Van boven naar beneden zijn die 3 kleuren de 3 kleine.
En de onderste twee zijn de twee grote. Ik moet zeggen, ze swatchten niet echt het beste. Vooral die drie, de kleine drie, swatchten echt iets slechter dan de andere twee. Die twee voelden wel gewoon goed aan. Maar goed, je hebt wel echt vijf hele verschillende kleuren. En dit is dan de kleur lace. Dit is de kleur zipper. Dit is de kleur knit, tee en clutch. Dus ook allemaal een aparte naam. Oh, op mijn gezicht is hij gelijk heftig. Oké, dat vind ik wel mooi. Want toen ik het swatchte had ik echt iets van... Maar nee, hij is wel mooi. Dan ook even aan deze kant. En je hebt een handige spiegel. Godzijdank. Dan pak ik de kleine kleur, die heet lace. En die wil ik erop aanbrengen. Die is ietsje lichter of zo. Ja, die maakt alles gelijk een stuk heftiger. Oh mijn god, dit is misschien iets te heftig allemaal. Nou, ik persoonlijk zou het toch gewoon houden bij één kleur. Want twee is wel echt heel heftig, zoals je kunt zien. Maar ik ben blij dat ik blij ben met de kwaliteit. Dan pak ik ook de donkerbruine kleur. Die heet knit, of zoiets. Pak ik een klein beetje. En die breng ik zo hier aan bij mijn voorhoofd. Om mooi in te blenden met de bronzer. En dan pak ik de kleur clutch die eronder zit. Clutch. En die breng ik een beetje aan op mijn neus. Kijk, zo heb ik toch heel veel kleuren kunnen gebruiken. Ja, de enige kleur in het paletje die ik niet snel zou gebruiken is zipper. Want ja, die is een beetje paars-blauwachtig. Maar voor de rest, ik heb nou alle kleuren gebruikt en ik vind het echt top. Vooral de onderste twee voelen echt heel fijn aan. Het is wel echt super heftig als je er twee aanbrengt, zoals ik nu heb gedaan. Maar als je er gewoon eentje aanbrengt, is het ook al wel heftig, maar dan is het gewoon nog te doen. Dus ja, ook dit paletje vind ik mooi. Alles is mooi, jongens. Oké, dan als laatste komen we aan bij de lippen. Ik heb dus in die twee lip kits heb ik dus twee liquid lipsticks. Eentje in het rood en eentje in het nude. En ik heb drie glosjes. Dit zijn drie prachtige glitterige glosjes. En ik hou van glosjes, dus ben hier heel benieuwd naar. Ik ga eerst beginnen met de liquid matte lipsticks. En dit zijn dan de twee kleuren, een nude en een rode. Rood heet Coral Bang en die andere heet Posh Nude. Ik ga ze allebei opdoen, eerst rood en dan de nude. Dit is de applicator, gewoon zo een puntje. Oh, het is niet echt rood. De kleur heette ook Coral Bang, dus het is een beetje een koraalkleur. Zo, de kleur is dus heel mooi. Het is dus niet echt een rood-rood. Het is een beetje een koraal-roze-roodachtige kleur. Hij moet nog opdrogen, hij moet nog mat worden. Het enige wat ik erop aan te merken heb, is de applicator is iets te zacht. Kijk, hij beweegt echt helemaal zo mee, waardoor je het niet heel makkelijk kunt aanbrengen. Maar dat is het enige wat ik erop aan te merken heb. Even laten opdrogen. Ja, ik vind de kleur wel heel mooi. Ik ga nou de andere kleur opdoen, Posh Nude. Ja, ook weer prachtig. Dit is echt een bruine nude. Dit is echt mijn ding. Ik hou van bruine nude. Oh mijn god. Hij voelt ook heel dun en zacht aan. En dat vind ik ook heel erg fijn. Het is niet zo'n hele uitdrogende, harde liquid lipstick. Daar hou ik absoluut niet van. Ook omdat ik hele droge lippen altijd heb. Wauw, ik vind deze kleur echt geweldig. Hij is nog een beetje aan het opdrogen. Super mooi. Terwijl die opdroogt gaan we even into de lipglossjes. Die zijn in samenwerking met Chloe. Haar ken ik wel. Ik volg haar ook op YouTube. Dit is Chloe Morero, volgens mij heet zij. En ik had ze ook gezien op haar kanaal. Ik ga ze even alle drie swatchen. Het zijn dus een beetje aparte kleuren. Een blauw, een roze en een felroze. Mensen, kijken hoe mooi. Super felle, glitterige lipglossjes. Daar hou ik echt van. Nou, dit zijn al alle drie de kleuren geswatcht. Oh, die blauwe is mooi. Die is een beetje blauw-paarsachtig. En dan fel roze en lichtroze. De lichtroze heet Parfait, als ik het goed zeg. De donkerroze heet Bonbon. En de blauwe heet Sorbet. Nou, omdat ik een beetje een soft roze look heb, ga ik voor de lichtroze. En die heet dus Parfait. Er komt ook echt gewoon veel glitter en kleur vanaf. Dat vind ik wel fijn, want dat is niet altijd in glosjes. Oeh,
Wow, mensen, vandaag was echt een succesvideo. Echt een succes gewoon dit. Nou mensen, ik ben echt heel enthousiast. Normaal aan het einde van de video ga ik dan altijd laten zien wat ik slecht vond, goed vond en al die dingen. Maar ik vond letterlijk elk product goed. Ja, de enige die ik dan niet heb gebruikt zijn die twee. Maar ja, ik twijfelde niet over dat die gewoon zijn als in dit paletje, want ze voelden wel ook gewoon zo aan. Nou, echt top. Vooral de shade stick. Super fijn. Oh mijn god, super handig. Als er één ding is van alles wat ik echt het beste vond, is het echt deze shade stick. Echt geweldig. Ook deze oogschaduw glitters, liquid oogschaduwen. Vond ik ook echt top. Het paletje is echt ook echt een mooi paletje. De lipsticks zijn ook top. Als je aan mij zou vragen, oké, ik heb niet het geld voor alles. Wat raad je echt aan? Dan is het echt de stick en de liquid oogschaduwen. Echt geweldig. En ik kan niet wachten om deze zwarte te gaan gebruiken. Nee, ik ben echt super blij met hoe de look is geworden. Ik vind de ogen echt prachtig. Dit is echt mijn ding. Nou, ik hoop dat iedereen weer heeft genoten van de video. Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!